waarom komt het nu allemaal naar boven? Wat brengt nou samen dat er nu opeens zo'n urgentie wordt gevoeld dat mensen in de benen komen en in opstand komen? Ja, het speelt denk ik al wel langduriger. Ik denk wat bijvoorbeeld wat de andere sociaal geograaf Cody Hogsenbach ook vaak zegt. Eigenlijk is het gek dat we nu pas over de wooncrisis spreken. Want voor mensen met een laag inkomen is het al eigenlijk al decennia een wooncrisis. Dus je ziet eigenlijk ja, een soort maatschappelijk dynamiek ontstaan. Waarbij met name als de middenklasse pas in de problemen komt. En de kinderen van journalisten komen in de problemen. Ja, dan wordt het ineens een groot item. Terwijl het is natuurlijk al heel lange item. In 10 jaar tijd is het aantal daklozen verdubbeld. En ja, ik heb zelf ook de afgelopen 5 jaar tot februari bij mijn moeder gewoond. Dus ook al heb je 2 banen en ben je midden 30. Het is nu zo breed. Ja, en daarmee wordt het een soort orgie aan problemen wat in één keer explodeert. En ik denk wat ook wel meespeelt is de afgelopen 2 jaar tijdens de coronacrisis hebben mensen natuurlijk niet zoveel hun stem kunnen laten horen. Ook niet bij de verkiezingen. Dus dan zie je in één keer dat al die teleurstellingen samenkomen. Dus er zijn natuurlijk denk ik op dit moment heel veel protesten. Ja, en ineens uit het niets is wonen nu het belangrijkste thema voor kiezers. Ja. Ja, en dat is uniek. Dus het is ja, uniek dat er nu zoveel aandacht voor is. En dat we ook echt over de dieperliggende problemen een keer kunnen spreken. Nou, dat gaan we ook proberen te doen. Misschien ook dan goed van jou nog eens even te horen. Wat was voor jou de reden om je hier dan bij aan te sluiten? Om hier ook te laten zien dat er wat moet veranderen? Een belangrijk punt is dat wonen is heel lang tot individueel probleem gemaakt. Jij kan geen woning vinden op de woningmarkt. Jouw probleem, los het maar op. Maar het is een zaak van het collectief. Het is een recht, wonen. Het wordt alleen niet nageleefd. En ik denk dat de huidige wooncrisis laat zien dat de woningmarkt gewoon keihard faalt om ons woonrecht te waarborgen. En de enige manier waarop je dat gewaarborgd kan krijgen, is door collectief actie te voeren. Daar. Heel goed. En dan kijk ik meteen even naar onze beide hoogleraar. Als dat woonrecht nou zo sterk is, zou je dat dan niet ook veel meer kunnen afdwingen? Je ziet het met een urgendazaak bijvoorbeeld. Zouden zij een zaak voor de rechter kunnen brengen en de Nederlandse staat kunnen dagen? Ja, heb ik me ook wel eens afgevraagd of dat zou kunnen. Zou het in ieder geval kunnen proberen, laat ik het zo zeggen. Maar goed, ook als je dat doet, je hebt niet gelijk die woningen. Daar zit ook het probleem. Nee, maar het zou misschien wel helpen om in ieder geval het gevoel te krijgen. Die politiek moet vanaf nu niet alleen maar een beetje luisteren, maar ook echt in de benen komen. Ja, maar ik heb ook geprobeerd aan te geven, en Manuel heeft het ook gedaan, dat het een zeer complex probleem is. En er is niet helaas een knop waar we op drukken. We hebben het probleem op. We hebben dat jarenlang laten gebeuren, wat jij ook terecht zegt. Die crisis is al veel eerder ontstaan. En dat kun je niet van vandaag of morgen kun je dat oplossen. Dus ook al zou je het willen, het kan gewoon niet. Nee. Dus je moet, en ik denk ook niet dat er één, ik heb het laten zien, er is niet één oplossing. Er is een hele serie oplossingen denkbaar. Ja, en daar zul je mee aan de slag moeten. En ik heb wel hoop dat het nu wel doorgedrongen is in de. Ik heb trouwens wel goed nieuws. Ja, ik heb de algemene beschouwing bekeken. Dan heb ik onze minister-president gezien. En die gaat 1 dag de woningmarkt bestuderen. En dan komt hij met oplossingen. Dus we zijn klaar. Nou, dat smaakt naar meer, zeg. Dat smaakt naar meer. Nee, ja. Maar dat natuurlijk geeft aan hoe men nog steeds niet in de gaten heeft. Ik vertel dit, hoe ingewikkeld het is. Ja. Dus ja, het is, en het is natuurlijk niet. Kijk, er wordt vaak gezegd, ja, laten we die beleggers nou het moeilijker gaan maken. Ja, dat is natuurlijk niet de oplossing. Ik zeg niet dat je niks moet doen aan middenuur en dergelijke. Laten we eens even wat oplossingen de revue laten passeren. Alleen, en vooral natuurlijk de vraag wie dat dan zou moeten doen. Hè? Wat mij bijvoorbeeld opviel in jouw grafiek, is dat je ziet dat rond de crisis, de economische crisis die begon in 2009, 2010, dat je dan opeens ziet dat die hele woonproductie ook stilvalt. Ja, dat was denk ik in jouw grafiek. Dat was het in jouw grafiek, oké. Okay. Daarvan zou je kunnen zeggen, hey, hebben we misschien daar nu nog steeds last van? Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk jaren, we hebben de laatste 10 jaar ongeveer, nou niet overdrijven, de laatste 7, 8 jaar hebben we gemiddeld 50.000 woningen opgeleverd. Het zit nu weer iets hoger. Ja. Waar zaten we daarvoor op? Nou, boven de 80. Ja. En er komt nog 10.000 bij. Er komt ook nog 10.000 bij voor transformatie trouwens. Maar goed, dat is gewoon een normale productie dan. Ja, en als dan je bevolking de laatste 5 jaar explodeert, dan moet je natuurlijk niet gek kijken, opkijken dat het tekort oploopt. En dan snap ik ook niet, hè, dat die mensen leven echt onder een steen. En dat zijn niet de minsten die aangeven dat bouwen geen zin heeft. Ik bedoel, waar haal je dat vandaan? Hey, oké, maar laten we even gewoon proberen op te tellen wat dan allemaal met elkaar veroorzaakt. Dat kijk, en dan heb je ook geen betaalbare koop meer. Want daar zit ook een enorme druk op. Dus die prijzen zie je ook hard stijgen. Dus die productie die is in eerste instantie stilgevallen, komt nu weer op gang. Maar we zitten nog lang niet op, nee, op het niveau wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben. Je hebt aangegeven, er zijn heel veel migranten, vaak hoog en wat ook lager opgeleide, die van arbeid naar Nederland komen, die hier allemaal aan het werk studenten. Zijn. En studeren, die ook gehuisvest moeten worden. Dus er is gewoon een grotere vraag ontstaan.
gedaan. En hebben we ook nog geconstateerd dat er tegelijkertijd, in dat jij er nog wat beter in zit, nou ja, bij de corporaties natuurlijk gezien hebben dat ze juist eigenlijk een terugtrekkende beweging hebben moeten maken. Ja, we zijn recent ook door de minister uitgenodigd om over de oplossingen te spreken. Daar was ik zelf ook bij. En ik denk dat Peter heeft gelijk dat de oplossing complex is. Maar ik denk wel dat we over heel veel oplossingen overeenstemming hebben. In de zin van je komt wel tot vergelijkbare analyses. Dus er ligt gewoon een onderzoek van de minister zelf die zegt van nou ja, corporaties komen eigenlijk meer dan 30 miljard tekort voor een maatschappelijke opgave. Eigenlijk is er nog maar één politieke partij in de Tweede Kamer die de verhuurderheffing niet in stand wil houden. Dus ja, dat is een beetje achterhoede gevecht. Ten tweede heeft de minister ook gezegd, er zijn tientallen miljarden nodig voor gebiedsontwikkeling. Dus er moeten wel degelijk ook betaalbare woningen worden toegevoegd. Eigenlijk leven we in een uniek tijdperk, want tot 2015 heeft Nederland altijd geïnvesteerd in stedelijke ontwikkeling, in gebiedsontwikkeling. En daar zijn ze toen mee gestopt en daardoor zie je ook dat dat stil is gevallen. Gebiedsontwikkeling op dit moment bij gemeenten zie je vooral dat er een tekort is aan investeringscapaciteit. Dus in wezen als dat dan heette genoeg plancapaciteit. Dus dat zijn locaties die je in potentie zou kunnen ontwikkelen. Maar dat kost gewoon heel veel geld. Je moet je voorstellen, je moet daar infrastructuur bij ontwikkelen, voorzieningen, groen. En dat geld is er op dit moment niet. En daarna zijn er ook keuzes gemaakt waar op dat moment van werd gedacht, nou ja, daardoor wordt er bijvoorbeeld komt er meer beschikbaar. Hè? Dus heel veel huurcontracten zijn geflexibiliseerd. Nou, daarvan heeft de minister ook wederom van de zomer geconcludeerd, het heeft tot nul extra aanbod geleid. De leefbaarheid van de buurten loopt daardoor achteruit. Er is een groep jongeren die trekt als soort stadsnomaden door de stad. Dus er zijn de afgelopen 10 jaar gewoon heel veel grote fouten gemaakt. En ja, dan gaat het er niet zozeer om nu om een parlementaire enquête te houden van Pietje en Klaasje hebben het verkeerd gedaan. Ja, dat gesprek kunnen we ook voeren, maar door zo weinig tijd verliezen. Dus laten we alsjeblieft dan beginnen met die oplossingen, hoe complex het ook is. Ze liggen gewoon voorhanden. Ik wil straks een beetje inzoomen op wat we voor de stad Amsterdam in het tweede deel van deze avond specifiek kunnen doen. Laten we nu vooral ook even op het nationale niveau blijven. Ook een belangrijk onderwerp waar we volgens mij nog even wat dieper bij stil moeten staan, is het aandeel van echt dakloze mensen. Dat is ook enorm toegenomen. Heb je daar een verklaring voor, Jitske? Kan jij daar iets meer over zeggen? Nou ja, zoals ik net aangaf, wonen is heel erg aan de markt overgelaten. En een huis als investering, als een verdienmodel, is heel erg gestimuleerd. En dat is ook uit de colleges net naar voren gekomen. Dus op het moment dat jij of niet genoeg wachttijd hebt voor sociale huur, en in Amsterdam is dat nu zo'n 15 jaar... of niet kan voldoen aan de eisen voor koop of vrije sectorhuur, dan kan je niet ergens terecht. Er is niet een snelle oplossing. Dus je bent dan afhankelijk van je sociale netwerk. Heb je een sterk sociaal netwerk, nou, dan kan je waarschijnlijk wel ergens op de bank slapen, misschien een tijdje hier logeren, een tijdje daar. Heb je dat niet, dan is er geen vangnet. En wat dat betreft, woonrecht, ja, dat wordt dan niet nageleefd. Dus het wonen als een verdienmodel is boven het recht op een dak boven je hoofd geplaatst. Dat is het onderliggende verhaal. Ja, dus als we het beeld een beetje zo langzamerhand inkleuren, zeg je eigenlijk, nou, doordat die markt heel dominant is geworden en dat ook is aangejaagd door allerlei politieke maatregelen in combinatie met een crisis die juist eigenlijk het bouwtempo heeft vertraagd, internationale investeerders die er bovenop gekomen zijn, het alternatief voor een goed aandeel is het investeren in een huis. Dus het is allemaal bij elkaar opgeblazen tot veel meer markt en verdienen en veel minder rechten en toegang. Dan toch maar eens even naar nationale oplossingen. Want we hebben nu een paar voorbeelden voorbij zien komen van bijvoorbeeld Berlijn. Ik zelf ken de situatie in Parijs een heel klein beetje. En daar valt me op, in Nederland wordt vaak gezegd, dit mag niet vanuit Europese regels. In Parijs zijn ze keihard. Als jij daar een huis koopt, eerste jaar dat je het daarna zou verkopen, is 100% van de overwaarde voor de staat. En dat bouwt af over 10 jaar tot met nog maar 10%. Er wordt eigenlijk van uitgegaan dat je het verhuurt. Dus ze slaan je per definitie aan. En jij moet aantonen dat je dat niet doet. Het is gewoon keihard beleid, zou je kunnen zeggen. Europa wordt in Nederland veel misbruikt als dingen die zogenaamd niet mogen.
dat klopt. Er is een zaak aangespannen door de beleggers, de IVBN, die daar verzameld in waren. En dat hebben ze gewonnen. En Europa zei, oké, dat mag niet zoals het in Nederland gaat. Maar het wordt vervolgens gedaan door de Nederlandse regering alsof er een oplossing is voorgeschreven door de Europese Unie. Dat was helemaal niet zo. Die oplossing is bedacht door de Nederlandse regering. En hij is bedacht, oké, dit en dit wordt de oplossing. Er mag minder gebouwd worden in het middensegment. Maar ook die verhuurderheffing, dat staat nergens in de regels. Dat staat alleen, je moet het aanpassen. En dat is natuurlijk heel vaak, niet alleen met de woningmarkt, er wordt al snel de schuld gegeven aan Brussel. En ik denk dat daar, ja, dat gebeurt wel in meer Europese landen, niet alleen in Nederland. Maar dat maakt het voor een deel moeilijker om het probleem echt te zoeken. En echt te weten waar het zit en wat de oplossing daarbij is, als Europa zo makkelijk de schuld kan krijgen. Want dat is een heel makkelijk maar te verwijzen. Oh, dat is Europa de schuld en dat mag niet van Europa. En ja, je kan die regels inderdaad, je kan er van alles gaan bedenken. Je mag niet in één keer de boel gaan verkopen. Er zijn andere beperkingen die je op kan leggen, ook met huurprijzen. Daar zijn ook meer te bedenken. Hè. Dat middensegment, dat reguleren we niet. En dat zie je dus nu. Er is een enorme groei geweest in het middensegment. En ja, dat gaat nu in huren al snel richting de 1500 in de noordelijke Randstad. Ja, waarom zullen we die niet voor een deel reguleren? Ik zeg niet dat die huren per se omlaag gaan. Ja, maar als je gewoon zegt dat die huren omdat niet verder omhoog mogen. Omdat er dan niet meer geïnvesteerd wordt. Hè? Dus ik ben ook Dat is onzin. Als je kan dat is geen onzin. Als je 4% rendement wil halen, dan zit je al gauw aan die huren. En minder dan 4% is eigenlijk niet te doen. Maar kijk, ik ben wel voor de huurprijsverhoging, Peter. Het gaat om de huurprijsverhoging. En als je nu zegt, de huurprijsverhoging, dat is gewoon inflatie. Als je nu geld kan verdienen aan een flat die je verhuurt voor €1200... dan kan je er ook volgend jaar geld aan verdienen als je voor €1200 plus 2% verdient. En het jaar daarna voor €1200 plus 4%. Nee, daarmee even zo aan verdienen. En dat probleem van Peter zo op te lossen. Kijk, die pensioenfonds die nu zo dominant zijn, die vragen inderdaad een bepaald rendement. En anders gaan de gepensioneerden. Zijn wel onze pensioenen? Ja, dat wilde ik net zeggen. Anders gaan de gepensioneerden klagen en die wil ik ook niet. Het zijn niet per se onze pensioenen. Het zijn heel veel buitenlandse pensioenen. Die wil ik er verder niet in tot slachtoffer maken. Maar waar het om gaat, kijk, als je historisch bekijkt, hebben wij dus altijd geïnvesteerd in gebiedsontwikkeling. En op het moment dat je ervan uitgaat dat je daar als overheid in investeert, dan kun je dat samenbrengen. Dan kun je kwalitatief hoogwaardige woningen ontwikkelen in dat middensegment. En die pensioenfondsen kunnen nog steeds hun rendement halen. Dus volgens mij is dat een beetje een valse tegenstelling. Ik denk dat de belangrijkste oplossingen zitten zowel in het ontwikkelen van betaalbare woningen. Is het heel belangrijk dat als we 1 miljoen woningen bouwen, dat we ook vooral kijken in de segmenten, wat Peter ook aangaf, waar de tekorten zitten. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we kijken naar regulering, dus die vrije sector. En ik denk dus dat het dus ook een valse tegenstelling is die wordt opgeworpen tussen regulering en beschikbaarheid. Want dat is gewoon op te lossen. Dat is het argument wat met name altijd door de vastgoedjongens wordt gemaakt van, ja, dan gaan we niks meer doen. Nou, ten eerste doen ze nu ook al heel weinig, dus het verlies is te overzien, maar dat verlies is ook op te lossen. En daarnaast is het belangrijkste dat je gaat kijken naar ons belastingstelsel. Dat klinkt heel nerderig, maar daar zit ook een groot kern van ons probleem. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. We subsidiëren nog altijd de koopsector met 9 miljard per jaar. En we weten uit onderzoek van de Nederlandse Bank dat de leencapaciteit die mensen beschikbaar hebben, vertaalt zich 1 op 1 in hogere prijzen. Okay. Die relatie is veel sterker dan met de beschikbaarheid. Dus de financiële. Even een tussensamenvatting. Ja, jij hebt wel veel woorden nodig. Ik kom zo bij jou. Ik kan nog wel een uur doorgaan. Nee, maar volgens mij zeggen jullie een heleboel tegelijk. Even inzoomen allereerst op huren. Zeggen jullie, nou, eigenlijk kan je met wet en regelgeving echt nog wel veel meer om daar toch meer sturing aan te geven. Absoluut. Ja. Dat geldt zo. Maar je moet ontzettend oppassen. Ik probeer even samen te vatten, dan mag je weer reageren. Het is gewoon heel veel wat je vertelt. Het gaat over wat je mensen wel of niet verbiedt of als het om de hoogte van de huur gaat, de toegankelijkheid van die woning, wanneer je het wel of niet zou mogen verhuren, wat voor rendement je daarop maakt. En als je het over de koopmarkt hebt, zeg je eigenlijk, is er fiscaal nog veel meer te doen, want we ondersteunen eigenlijk nog steeds met miljarden de huizenbezitters. De prijzen op de koopmarkt, dat zal eigenlijk elke onderzoeker beamen, worden veel meer bepaald aan de hand van de beschikbaarheid van geld dan aan de hand van de woningen. Daarmee wil ik niet zeggen dat je geen woningen moet bouwen, maar dat doe je meer om de beschikbaarheid op te lossen dan de betaalbaarheid. Dat zijn in die zin wel twee systemen die langs elkaar heen bewegen.
Peter, we hebben een aantal, laat ik maar zeggen, problemen geanalyseerd waar er toch ook wel oplossingen tegenover staan. Stevige regulering. Ja, maar dat kan ook tot heel veel problemen leiden. Je hebt ook aangegeven, daarom wil ik even naar jou. Je hebt ook aangegeven, pas daar nou mee op. Als je te hard afknelt, betekent dat ook dat er misschien weer te weinig geïnvesteerd en gebouwd wordt. Nou ja, dat zie je nu al gebeuren in Amsterdam. Beleggers zijn al aan het vertrekken. Dan kan je zeggen, nou prima, ze vertrekken. Maar wie gaat het dan doen? Dat is even de vraag. Corporaties niet, kan ik je vertellen. Die hebben die gelden niet. En we kunnen ook zorgen dat ze het geld hebben. Ja, nee, ja, goed. Laten we dat punt eens even onderzoeken. Ik ben het wel met je eens. Kijk, als je natuurlijk die enorme opgave wil doen, dan horen ook financiële middelen bij. En die moet de politiek moet die wel funeren. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Maar het simpel zeggen van we gaan reguleren en we lossen alles op. Kijk, dat is ook jouw verhaal van marktwerking. Peter, stop, even een komma. Want dit is volgens mij belangrijk om even bij stil te staan. Je zou kunnen zeggen, als we corporaties weer ouderwets in hun positie zetten van, zou ik maar zeggen, voor 1980, 89... dan zet je daar als overheid dus een hoop extra geld bij. Dat is dan de consequentie. Maar dan zouden ze weer kunnen bouwen voor de sociale huur. Nou, dat doen ze ook wel. Overigens, dat financiële verhaal is maar ten dele waar, hè, wat jij zegt. Ze hebben de afgelopen 5 jaar hebben ze veel minder gebouwd. Hun reserves zijn opgelopen. Ondanks het feit dat er een verhuurderheffing was. Dus ik vind prima om corporaties weer in hun kracht te zetten. Mm-hmm. Maar er is veel meer nodig dan alleen maar dat. Hè. Wat dan nog meer? Nou ja, onder andere gebiedsontwikkeling. Mm-hmm. We moeten locaties beschikbaar stellen. Waarom gaat Amsterdam op de duurste locaties met de. Ja, gaat die bouwen terwijl er ook andere opties zijn? We kunnen een nieuwe stad bouwen. We kunnen bij Utrecht een nieuwe wijk bouwen. Waarom gaan we op de moeilijkste plekken de duurste woningen bouwen, waar ook nog de minste vraag naar is? Waarom doen we dat? Nou, geef zelf. Ik weet het niet. Het is gewoon politiek. Ideologisch politieke keuzes zijn dat. Die moet je anders maken. Okay. Waarom bouwen we niet veel meer voor ouderen? Waarom bouwen we niet voor dat soort vormen? Je hebt het over politiek-ideologische keuzes. Maar het feit dat het reguleren van de huur, dat het enigszins weerstand bij jou oproept, dat is ook een politiek-ideologische keuze. Want je kan ook kijken. De opgave is, er zijn meer dan 40.000 daklozen. Er zijn honderdduizenden woningzoekenden. Er zijn heel veel mensen die te duur wonen. Dat is de vraag vanuit waar je moet gaan kijken hoe we dat kunnen gaan fixen. En dan is de vraag, zijn private partijen de juiste partijen om dit te fixen? En dan draai je hem om. En dan is het probleem is dan niet dat de winstmarge afneemt en dat daardoor de investering vanuit hen afneemt. Maar dan kan je kijken, hoe kan je op een andere manier daaraan investeren? En volkshuisvesting mag best wat geld kosten. Wat vind je belangrijker? Dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft wat betaalbaar is en zekerheid heeft? Of dat deze partijen daar een rol in blijven spelen? Peter? Nou, ik maak mij helemaal niet zo uit. Ik ben natuurlijk voor de afschaffen van de verhuurderheffing. Ik ben voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Ik ben daarvoor om. Maar dan moeten we het wel met Europa eerst nog regelen. Dat doe je heel makkelijk over, maar zo makkelijk is het niet. Als we gaan reguleren, dan komen er een aantal claims van particuliere partijen die hun eigendomsrecht zien aangetast. Dat kunnen miljarden claims gaan worden. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar kijk wel uit. Dat is het enige wat ik zeg. En marktwerking, ja, nogmaals, die verdiensten van die particuliere verhuurders. Er zijn natuurlijk erbij die daar een slaatje uit slaan. Maar de meeste particuliere verhuurders zijn die rendementen helemaal niet zo hoog momenteel. Nee. Dus je kan ze aanpakken, maar er moet wel een alternatief zijn. En ja, goed, ik ben er ook voor om corporaties meer mogelijkheden te geven. Maar we hebben wel een politieke realiteit. We hebben een rechtse regering. Ik wil even naar Manuel toe. Dat gaat hem dus niet worden. Nou hebben we volgens mij ook nog een ander olifantje in de Kamer. En dat is dat gemeentes een dubbele rol spelen. Aan de ene kant hebben ze natuurlijk een verantwoordelijkheid om huisvesting te organiseren. Aan de andere kant verdienen ze ook aan gronduitgiftes. En proberen ze een vaak zo hoog mogelijk rendement voor die uitgifte van grond te krijgen. Een van de redenen, begrijpen wij, uit de crisistijd is dat er niet ontwikkeld werd. Omdat er gewoon heel weinig rendement op dat grondverkoop te maken was. Nou, verlies. Hè? Gemeenten moesten zelfs verliezen afboeken. De gevolg was dat de gemeentes op dat punt dus gewoon niet leverden. Ja, het verschilt nog wel een beetje per gemeente, want sommige gemeenten deden eigenlijk niet zoveel aan gronduitgifte. Sommige gemeenten hadden niet zoveel grond, dus ook daar zitten wel enorme verschillen in. Dus ja, zeker een dubbele rol, en ze wilden er graag op verdienen, maar vaak ook weer om daar iets anders mee te doen. Dus niet zo dat het geld nou volledig verdween uit de volkshuisvesting. Dat werd door de gemeente hergeïnvesteerd. Er werden geen winsten geboekt die op de gemeentebegroting blijven staan. Maar wat we wel zagen, een aantal gemeenten, Apeldoorn bijvoorbeeld, waar het niet zo goed mee ging. Ja, die moesten een groot sportcentrum en een museum bouwen en nog iets anders. Ja, voor een stad van 160.000 inwoners eigenlijk zoveel willen als in het buitenland een stad van 500.000 heeft. Dus het is voor een deel daar wel, proberen ze wel geld te verdienen en andere dingen te doen die leuke dingen voor de mensen waren, maar niet het meest essentiële.
Maar ja, of dat nou het grootste probleem is, weet ik niet. Ik wou even terugkomen op een punt van jou. Want de daklozen, denk ik, van daar zit het echte probleem. Hè? Want dat gaat eigenlijk, de betaalbaarheid, dat probleem vertaalt zich naar onderen. Dus als we gaan bijbouwen aan de bovenkant, daar lost het probleem niet op. Het probleem zit niet aan de bovenkant van de markt, het zit aan de onderkant van de markt. En het is natuurlijk schandalig hoeveel daklozen we hebben. Elke dakloze is schandalig. Dat we in een samenleving als Nederland, dat we hier zoveel daklozen hebben dat het is verdubbeld. Ja, dat kan toch eigenlijk gewoon niet? Dus je moet een oplossing, moet je beginnen aan de onderkant van de woningmarkt. En dat de woningen langzamerhand naar maar andere groepen toe gaan, dat weten we in het buitenland heeft niet gewerkt. Ierland en Spanje hebben in de jaren voor de financiële crisis het meest gebouwd. En waar zijn de prijzen het meest omhoog gegaan in die jaren? Ierland en Spanje. En in Spanje zijn ze nog steeds wat laag, maar in Ierland zijn ze inmiddels weer naar recordhoogstes toegegaan. Dus we moeten aan de onderkant iets doen. Maarten, volgens mij hebben we een heleboel puzzelstukjes bij elkaar. Die gemeente, dat klopt denk ik niet helemaal. Het is een beetje een saai, droog techniek, maar het gaat heel snel proberen uit te leggen. Dat heet residuele grondwaardebepaling. En dat betekent, dus bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die werkt daarmee. En die kijkt eigenlijk, wat brengt iets op de markt op? Dus stel, jij legt hele hoge eisen neer, bijvoorbeeld heel veel sociale huur, heel veel beperkingen in dat middensegment, dan boek jij automatisch je opbrengst af op wat dat opbrengt. En er zijn ook, ik woon bijvoorbeeld in Haarlem, daar heeft de gemeente eigenlijk helemaal geen grond. Dus er zijn ook heel veel gemeenten waar dit niet speelt. En gemeenten, die zijn eigenlijk ook de laatste 10 jaar, was dat ook een hele prettige bezuinigingspost voor Den Haag met het sociaal domein. Dus die hebben het ook gewoon heel erg lastig. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat die dat dus ook lastig rond kunnen maken. Maar ik denk bijvoorbeeld, er gaat geld naar gemeente voor nieuwbouw. Ja. Dan zie je dat dat best wel weinig is. En die overvraagt dat eigenlijk keer op keer dubbel. Dus is er bijvoorbeeld op dit moment in het najaar is er 200 miljoen, dat heet dan de woningbouwimpuls, voor gemeente beschikbaar. En die overvragen dat 400 miljoen. Ja. Dus dan is het ook weer van, kijk, die gemeenten die willen eigenlijk wel. Maar dan zien we ook weer de landelijke politiek. Een beetje een aantal lokale colleges zwart maken, linkse stadsbesturen. Ja, ik denk dat we beter wat kunnen gaan samenwerken tussen gemeenten. Nou, daarom wil ik even met je door naar regie. Ja. Want we hebben nu een heleboel puzzelstukjes op tafel. Ja. Van de manier waarop er gespeculeerd wordt, de mogelijke wet en regelgeving, het feit dat er eigenlijk geen heldere grondpolitiek wordt beoefend en bovenal dat er geen gebiedsontwikkeling in brede zin plaats heeft, dat je met een uitgezoomde blik kijkt waar kunnen we nou efficiënt en goed ontwikkelen en bouwen voor juist de specifieke sociale grootste groepen die het nodig hebben. Volgens mij zei hij het al een heel klein beetje, maar die regie ontbreekt en die moet weer terug. Sinds 2015 is er bijvoorbeeld geen ministerie wat zich hier volledig over ontfermt. Ja. Waren ze heel trots op dat het ministerie er niet meer was. Vooral Blok was er heel trots op, ja. Maar goed, leg eens uit wat er dan nu zou kunnen gebeuren. Ik bedoel, we zitten in een formatie. Wat voor nieuw ministerie moet dat zijn? Ik denk dat ze vooral middelen beschikbaar moeten stellen. En ik denk ook expertise. Ik denk bijvoorbeeld, dat is ook weer echt zo'n saaie complicatie. Maar gemeenten hebben bijvoorbeeld echt veel last om planologen, stedenbouwkundigen, allemaal van dat soort specifieke kennis. Zeker kleinere gemeenten krijgen dat niet in huis. Dus dan zal je toch zeker ook, Peter noemde ook een aantal grote gebieden. Gebiedsontwikkelingen. Ja, en echt, je hebt de 10 grootste gebiedsontwikkelingen in Nederland. Ja, die zal het Rijk zelf moeten oppakken. Een aantal middelgrote gemeenten, een gemeente als Amsterdam, die heeft genoeg expertise zelf in huis. Maar je zal ook vanuit het Rijk, dus ja, het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar ik denk dat faciliterende regie, de echt grote projecten, moet je zelf gaan doen. Daar zullen ook echt miljarden voor beschikbaar moeten komen. En de gemeente zal je dan ook moeten faciliteren met expertise en vooral middelen. Vooral die middelen voor gebiedsontwikkeling, want die middelen die hebben gemeenten op dit moment gewoon echt niet. Goed, terug dus naar de centrale regie over waar je kunt bouwen en ontwikkelen. Ook een heleboel kennis ter beschikking stellen voor kleinere gemeentes die dat nu niet kunnen of in huis hebben. En daarnaast een aantal grote gemeentes, kan ik me voorstellen, toch ook ondersteunen met die enorme financiële operatie die ze moeten voeren. Ja, dat geldt bijvoorbeeld ook voor de infrastructuur, om maar iets in heel Amsterdams te noemen, het sluiten van de kleine ring, dat soort hele dingen. Daar kun je heel veel woningen mee bouwen. Dus je moet bijvoorbeeld ook als je 1 miljoen woningen wil bouwen, moet er echt ook veel meer geld naar infrastructuur. Want anders, met name naar het openbaar vervoer, anders krijg je die koppeling, krijg je niet voor elkaar. Dan heb je wel woningen, maar dan kunnen mensen er niet komen. Ik kijk ook even naar de zaal, want we proberen in deze ronde de puzzel compleet te maken. Dan hebben we alles op tafel wat er aan actoren speelt, om vervolgens in de tweede ronde in te zoomen op Amsterdam. Jij wil daar nog iets aan toevoegen? Oh, je komt al een microfoon heen toe. Ik mis nog een belangrijk acteur. Een van de redenen waarom we op een gegeven moment gestopt met bouwen is die rechtszaak omtrent de stikstof
stikstofregelgeving, Natura 2000. Is het niet zo dat we eigenlijk, als wij woningen nu belangrijker vinden, dat we juist gewoon moeten zeggen, ook partijen als GroenLinks en al die andere partijen voor dieren, wij vinden woningen belangrijker dan de natuur? Of moeten we dit accepteren als wij natuur belangrijker vinden, dat we dan moeten zeggen van ja, we hebben nou eenmaal woningproblemen in Nederland. Ja, dat valt wel mee. Kijk, die stikstof speelt vooral voor infrastructuur. En dan als je grote gebieden wil ontwikkelen en je hebt daar infrastructuur voor nodig, dan speelt het. Maar de meeste woningbouwprojecten in Nederland hebben geen last momenteel van stikstof. Dus het valt mee. Oké, relatief klein probleem, maar als je die keuze zou moeten hebben, vind je dan dat je bereid zou moeten zijn om dat één boven het ander te zetten? Nee, kijk, ik denk dat we de landbouw zwaar moeten terugbrengen. We hebben 2/3 deel landbouw, dus 6%. Ja, die keuze is er helemaal niet, want dan ga je naar het product. We kunnen, kijk, wat werd gezegd, een minister van wonen, wat nog veel belangrijker is een minister van ruimtelijke ordening. We hebben een enorme opgave ten aanzien van de inrichting van de ruimte. Kijk, en wonen, dat is 8% van ons oppervlak, dat valt wel mee. Maar het is vooral natuur, dat moet uitgebreid worden. We hebben water berging echt hard nodig. We hebben gezien wat er in Limburg is gebeurd. Die landbouw moet extensiveren. En we hebben natuurlijk zon, we hebben natuurlijk energie nodig. Dus daar moet echt een integraal plan komen. Er moet visie komen. En dat is veel belangrijker dan... Ja. Dus uitzoomen. Nederland eerst eens even vanuit... Eerst eens even op de tafel leggen en kijken wat we ermee gaan doen. Ja. En dan in combinatie met de vraag, waar bouw je voor? Oude Vrom terug. Ja, zeker. Zeker. Ja. Okay. Andere vraag over de puzzel, of we die compleet hebben. Of jullie zeggen, nee, ik mis nog een belangrijk element om het gesprek compleet te hebben. Kom ik even bij u. Zeg even wie u bent. Jan de Vries. Volgens mij is de titel van deze bijeenkomst woonrecht of woonmarkt. En ik heb het gevoel dat het woonrecht er een beetje bekijkt van afkomt. Manuel die noemde het heel eventjes in zijn inleiding. En Jetske die ging er gelukkig ook veelvuldig op in. Maar jij vroeg ook, hè, moeten we niet een rechtszaak beginnen? Ik denk dat we moeten oppassen dat we het woonrecht niet reduceren tot iets wat we bij een rechter kunnen brengen. Staten hebben verdragen geratificeerd van de Verenigde Naties, Europees Sociaal Handvest, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, etc. Daarmee hebben ze zich verbonden aan een aantal verplichtingen. Verplichtingen die voortvloeien uit het recht op, nou in dit geval het recht op behoorlijke huisvesting. Die verplichtingen die bestaan niet bij de gratie van een rechter. Die verplichtingen die houden in dat je je beleid, je visie, je maatregelen moet toetsen aan de mate waarin die een recht, het recht op behoorlijke huisvesting, respecteren, beschermen en verwezenlijken. En ik denk dat als ik kijk naar de woonbeweging en het woonmanifest wat daaronder ligt, dan beginnen zij ook met het recht op behoorlijke huisvesting. En inmiddels begint elke politieke partij hun plan met er is een recht en het is een recht op behoorlijke huisvesting. Het is superbelangrijk. Ja, ik vind jouw punt volledig begrijpelijk, maar hoe dwing je het is, de afdwinging zit hem in het feit dat de overheid die moet vanuit hun visie, moet die recht op behoorlijke huisvesting als basis nemen. Ja? Dat is een verplichting die zij zijn aangegaan richting de Verenigde Naties, richting de Europese Comité, Sociaal Comité, maar ook richting de burgers. Zij hebben gezegd in de grondwet, er is een recht op behoorlijke huisvesting. En dat is wel de fundamentele shift die we moeten maken. En die woonmarkt... Maar maak hem dan even af, want ik wil het gewoon echt goed begrijpen. Waar moet je dat dan toch afdwingen? Want ik snap wat je zegt, maar is dat dan toch iets wat je als... Op dit moment wordt hij in de straat afgedwongen. Ja. Ja, maar want wij vinden... We hebben massaal vinden, recht, want, we massaal, want als, beste als jongen, ik hem even hebben... mag afmaken, meneer Boelhouwer... Ja, ik ben wel lang aan het woord. Wij vinden, en dat is wel heel erg cruciaal... dat het gaat niet om oplossingen en tweakjes in het systeem. Het gaat om de basis. En ja. De basis is het recht op behoorlijke huisvesting. En die woonmarkt die kan absoluut een functie dienen... maar alleen maar ten opzichte van het verwezenlijken van dat recht. Oké, okay. Peter Boelhouwer. Ja, ik ben het met je eens. Ik ben het ook met Manuel wel eens. Het is schandalig wat er gebeurt. Maar we stemmen in Nederland massaal rechts... en die hebben echt een andere visie op hoe dat georganiseerd moet worden. Dus we kunnen wel alsmaar roepen van het moet anders. Laten we nou kijken hoe we met de middelen die we hebben, met de mogelijkheden die we hebben. En dit zijn er echt veel. We kunnen die bouwproductie omhoog gooien. We kunnen die bestaande voorraad in het huidige systeem beter inzetten. En we kunnen veel meer aan flexwoningen doen. Laten we daar nou mee beginnen. En dan laten we dan hopen dat er geen rechtse regering is. Maar die hebben we helaas. En dat, die gaan dat echt niet doen wat je allemaal voorstelt. Maar er wordt gezegd, het is dan toch een beetje tweaken. Ik ben een beetje realistisch, jongens. Ja, maar toch even, voor de sake of the argument. Ik ben ook benieuwd hoe jij erover denkt. Dat is dan toch een beetje... je tweaken van het bestaande systeem. Daar is misschien nog wel veel meer mogelijk. Of moet je dan toch kijken of je een andere systematiek kan introduceren? Of is het dan een idee fix omdat het de rechtse regering is? Tuurlijk moet je kijken of je een ander systeem kan introduceren. Die ideeën zijn er, maar ik ben het wel met Peter eens dat het wel heel erg moeilijk is. Zeker in de nationale context. Oké, helder. Ik denk wel op lokaal niveau
In Amsterdam is er volgens mij wel een linkse meerderheid. En volgens mij kan er veel meer gebeuren om daar iets aan te doen. Nou, volgens mij, je kan andere keuzes maken. Geef jij een mooi bruggetje naar onze volgende ronde. Word ik voor betaald. Mag ik in ieder geval jullie alle vier enorm bedanken voor jullie toelichting. Dank jullie wel. Dank je wel. Wij zouden nu een intermezzo krijgen van de club die zich al een hele tijd actief in Amsterdam opstelt op het gebied van niet te koop. Maar zij hebben helaas vandaag andere activiteiten voor moeten geven. Maar daarvoor in de plaats wil ik eigenlijk een hele korte ronde doen. En misschien kan jij helpen, Jelle, met de microfoon. Wie er op dit moment woningzoekend is? Oké, dat zijn er ongeveer een stuk of 6. Geef eens even een voorbeeld. Wat is de situatie van jou? Mogen we het even horen? Ik ben net vrijgezel, dus gefeliciteerd. Mijn vriend bleef in het huis wonen en ik woon nu weer bij mijn ouders. Oké, dus toch een soort bankslaper geworden bij je ouders thuis? Ja, bij een luxe bankje is het. Oké. Ja. Andere woningzoekers, en wat is de reden? Daar zag ik ook iemand. Ik heb nog 2 maanden in mijn studentenkamer en dan vindt er een verbouwing plaats van het huis. En het wordt dan omgebouwd tot duurdere verhuur. Dus voor mensen uit een hoger segment dan de student. Ja, dus dan word jij uitgeplaatst. Zo zou je het wel kunnen verwoorden. Ja. En dan wordt er niet naar een alternatief gekeken? Nee. Moet je zelf oplossen? Ja. Oké. Ik zag nog een paar mensen die daar iets over kunnen zeggen. Wie is er op dit moment nog meer woningzoekend? Ik zag 6 vingers. Ik heb 6 jaar Antikraak gewoond en het gebouw wordt nu gerenoveerd. Dus ik ben aan het samenwonen, maar eigenlijk wil ik alleen wonen. Beetje de omgekeerde situatie. En wie is er op dit moment in bezit van meer dan 1 woning? Oké, er is hier geen speculant in ons midden. En wie werkt er voor een woonbedrijf? Ja, goed, je woonbond, ja. Vertel eventjes wat je doet. Ik werk voor een bedrijf genaamd In the Middle of Our Street. En wij bouwen verantwoorde huizen industrieel, waardoor we 1 huis per dag kunnen produceren. En dat doen we voor de sociale woningbouw. Dus dat is een soort massaproductie? We hopen van wel, maar we zijn net begonnen. Dus we hopen uiteindelijk inderdaad meerdere fabrieken neer te zetten. En industrieel is niet wat je vroeger bij industrieel voor je zag. Dat... Ja, ik zie toch zo'n container met uitgezaagde ramen. Maar dat... Ja, en die zie je ook heel veel inderdaad. En dat is precies waardoor het... dat is een van de problemen waardoor het dus ook nog niet zoveel staat. Maar we hebben heel veel mensen in een eerste modelwoning die we hebben gebouwd. Woningcorporaties. En die zijn toch wel erg enthousiast erover. We hopen daar heel veel mee te gaan produceren. Met name voor die onderkant. Want eigenlijk zeg jij, we bouwen dan ook specifiek die huizen voor een relatief lage prijs. Ja. Voor echte sociale huur. Echte sociale huur. Het is voor lange termijn. Er staan paleizen in Japan die er duizenden jaren staan in hout. Wij gaan in hout produceren. Wij bouwen die woningen voor 100 jaar, maar die kunnen ook heel goed flex worden ingezet om 10, 20 jaar iets op te vangen. Dat kan beide. Nou, klinkt interessant. Daar gaan we dan zo maar eens wat uitgebreider over praten. Alternatieve en creatieve oplossingen die misschien iets van de vraag kunnen opvangen. Zijn er nog andere alternatieve ideeën dan hier aanwezig? Als we het toch over tijdelijke of misschien duurzame woningen hebben. Anderen die hier dat soort ideeën vertegenwoordigen? Nee, nou, dan gaan we het... Of daarachter. Ja, je wilde er iets over zeggen? Ja, kom maar op. Zeg even wie je bent. Mijn naam is Hans Wijnands. Ik werk bij de Regenbooggroep. En wij zien heel veel economisch daklozen. Zo'n 25 per week die zich nieuw aanmelden bij ons. Die op straat komen en geen woning hebben. Ik zit natuurlijk naar die debatten kijken en ik weet ook dat er structurele oplossingen en dat het een groot probleem is en dat we voor de lange termijn iets moeten doen. Maar we moeten ook echt iets doen, zeg maar, voor die mensen die nu op straat komen. Om ervoor te zorgen dat die niet afglijden en dat tot veel grotere maatschappelijke kosten leidt. Dus ik ben er ook heel erg voor om te kijken van hoe kan je ook in die tijdelijkheid en in die overbrugging naar de structurele oplossing tijdelijk wonen
meer mogelijk te maken, wat nu niet kan, vanwege de regelgeving, en die ik ook best snap waarom die regels er zijn. Maar ik denk, we moeten ook iets bedenken om mensen... Geef eens een voorbeeld waarvan je zegt, dat zou ik morgen anders doen. Nou ja, goed, wat we bijvoorbeeld doen, we hebben een project dat heet Onder de Pannen. Dus waar mensen tijdelijk een jaar kunnen wonen bij iemand in huis. Maar dat mag bijvoorbeeld niet bij je broer. En dat mag ook niet bij je ouders of wat dan ook. Dus in de eerste graad mag dat niet. Want dan is de kostendelersnorm is killing. Terwijl heel veel mensen in hun eigen netwerk die oplossing wel kunnen vinden.